Iets organiseren zonder vrijwilligers of sponsoren. Nee, dat kan deze tijd niet meer. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de stichting Live Life met De Mooiste Dag. Ik ga in gesprek met Andries Kroeze. Welkom Andries in de uitzending. Dank u. Inderdaad, zonder sponsoren of vrijwilligers, dat lukt niet meer. Maar 6 juli hebben jullie voor de 20ste keer hebben jullie De Mooiste Dag georganiseerd. Hoe kijk je daarop terug? Allereerst, het was een schitterende dag. We hadden het weer mee. Dat is bijna een zekerheid die je bij De Mooiste Dag altijd hebt. Heb ik begrepen vanuit het verleden ook. Het is wel eens een keer een regenachtige dag geweest. Dat vinden onze gasten nog niet erg. Ze trekken een plastic poncho aan. Ze gaan op de motor zitten en ze genieten. Het was mooi weer inderdaad, de afgelopen juli maand weer. We hebben een mooie dag gehad tussen de bedrijven door, want dinsdag was het minder weer en donderdag erop was het ook alweer minder, maar woensdag was het schitterend weer. We zijn naar de Zwarte Dennen geweest en bij Staphorst in de buurt. Een mooie rit gehad, mooi weer gehad, geen ongelukken gehad, geen problemen gehad. Kortom, het was een beetje opschepperig gezegd een perfecte dag die perfect georganiseerd was en die perfect werd uitgevoerd door iedereen die eraan meegewerkt heeft. Ik wil nog even terugkomen op de introductie. Je zei dat jullie hebben het 20 keer georganiseerd. We hebben het ook 20 keer georganiseerd, dat klopt. Alleen we hebben het 19 keer gedaan. We hebben 19 keer De Mooiste Dag uitgevoerd. Waarom? In 2001 was de MKZ in Nederland. De dag was georganiseerd, helemaal kant en klaar. Alleen door de MKZ-crisis mochten wij niet de natuur in met de stoet. Dus die dag hebben we af moeten gelasten. Dat betekent dat we dus 19 keer De Mooiste Dag georganiseerd hebben. Maar de 20ste keer is helaas toen niet doorgegaan. Daar zijn we wel druk mee geweest uiteraard. Dat risico loop je een keer dat het niet doorgaat. Maar het hoort er nog een keer bij. Ja, en nu hebben jullie aanstaande zaterdag, hebben jullie dus, omdat het toch 20 keer georganiseerd is, hebben jullie een jubileumfeest. Kun je ons al even iets vertellen hoe die avond eruit komt te zien? Ja, daar zijn we al een tijdje mee bezig. We vonden het wel leuk om eens een keer wat extra's te doen. We hebben altijd een DVD-première in de Hansestad. Alleen dat is een kleinere gelegenheid. En we hebben nu dus in principe alle gasten uitgenodigd die de woensdag van De Mooiste Dag aanwezig kunnen zijn. We hebben alle motorrijders uitgenodigd die in principe in heel Nederland woonachtig zijn. Alle vrijwilligers zijn uitgenodigd, alle sponsoren zijn uitgenodigd, alle oud-bestuursleden zijn uitgenodigd. Dus het is een hele grote groep die kan komen. En daarom zijn we uitgeweken naar de KAC-hal. Die is gratis beschikbaar gesteld door KAC, dat mag ook wel gezegd worden, denk ik. En daar gaan we een gezellige avond van maken. We beginnen om 7:30. Optreden van diverse artiesten van het IJsselduo uiteraard, want die zijn eigenlijk vanaf het begin bij ons geweest. Stef Eckel die zou ook komen, maar die is helaas verhinderd, want die moet optreden in Zeeland. En die afstand is te ver om nog even op en neer te rijden naar Kampen, dus dat lukt helaas niet. We hebben de Molenbroeders beschikbaar gevonden om op te treden. En uit Zwolle, we halen ook eens een keer wat mensen uit Zwolle nu voor deze keer, hebben we Wesley Wolters beschikbaar gevonden en die treedt ook op. En daarnaast hebben we nog een kampertentje eraan gegeven door de Kamper Eilanders die aanwezig zullen zijn en die de avond zelf een beetje muzikaal zullen begeleiden. En daarnaast zijn uiteraard ook alweer jaren, ook vanaf het begin aanwezig, Bertus Krabbe, Bernadette Arends en Wim Sluter, onze bosburgemeester. Dus kortom een heel gezelschap van mensen die dus de avond gaan invullen. Daarnaast hopen wij dat we met de gasten die we hebben een hele gezellige avond kunnen maken, veel muziek. We hebben een verloting georganiseerd om de mensen dus uiteraard wat geld beschikbaar te laten stellen voor de avond zelf. De entree is gratis, maar we hebben uiteraard wel onkosten. Waarbij ik wel moet opmerken dat de artiesten die optreden, en dat is standaard bij Live Life, altijd gratis optreden. Maar we hebben toch wat onkosten moeten maken om de zaal een beetje gezelliger in te richten, het podium neer te zetten, geluid, licht, alles moet erbij. We hebben de verloting georganiseerd en dat moet er goed gaan. En daarnaast gaan we de DVD uitreiken van De Mooiste Dag. Die is gemaakt, en dat is ook iets anders dan anders. Vroeger dan maakten we een DVD en er werd de hele dag gewoon in beeld genomen. We zijn nu twee mensen hebben we speciaal daarvoor benaderd. En die zijn vanaf het moment dat ze wakker werden, 's morgens vroeg, gevolgd door de camera, totdat ze 's avonds weer thuis waren. En die zijn op een leuke manier verwerkt in de DVD. Oh, prachtig. Maar nu naar De Mooiste Dag 2017. De datum die is al bekend, 5 juli. Maar locatie, is die al bekend?
We zijn bezig met de locatie. Als het goed is gaan we, denken wij zelf, naar het Kuinderbos toe in Kuinderen. Alleen we moeten altijd van tevoren eens even goed bekijken wat voor mogelijkheden daar zijn op het terrein zelf. De normen die de gemeenten stellen worden steeds strakker. Er moet genoeg ruimte om de tent heen zijn wat de veiligheid betreft. En daar zijn we het helemaal mee eens. Daar doen we het helemaal niet moeilijk over. Een aantal locaties is het heel krap, dus die vallen misschien in de toekomst wel af. En dan moeten we op zoek gaan naar andere locaties. We hebben de Zwarte Dennen afgelopen jaar gehad. Dat was een prima locatie. Vorig jaar zijn we naar de Oostelijk Flevoland geweest bij Tronten, bij het Koningin Wilhelminabos. Ook een uitstekende locatie. Kuinderbos heeft ook ruimte genoeg, denken wij, dus dat moet ook goed gaan. Alleen in 1996, hebben we nog eens even nagekeken, zijn we begonnen in Ossenzijl. Dat was de eerste locatie waar dus de mooiste dag werd georganiseerd. En dat was, die locatie is eigenlijk min of meer te klein om daar op een verantwoorde manier de mooiste dag nog weer te gaan organiseren. We gaan uiteraard in overleg met het Staatsbosbeheer kijken wat voor mogelijkheden er nog zijn. Want het is een ontzettend gezellige locatie met een hele mooie waterpartij erbij. Dus daar willen we niet graag in de steek laten. Dus in principe, ja, we proberen de locaties die we hebben dus te gebruiken. Maar misschien gaan we wel kijken naar een andere locatie in de buurt. Nou, dit waren eigenlijk mijn vragen. Want de vragen die ik verder nog had, die heb je al beantwoord. Maar wil jij verder nog iets met ons delen? Of wil je verder nog iets zeggen wat jij nog kwijt wilt? Ja, nou, ik wil nog wel een heleboel kwijt, denk ik. Omdat het is gewoon een schitterende vereniging. Ik zat nog even in het boekje te kijken voordat ik hierheen reed. En denk ik van ja, in 1996 was de oprichter, en die is ook als goed is aanwezig, of een van de oprichters, want ze waren meerdere natuurlijk. Die zat op het terrasje en die met zijn motor. En er kwamen twee kinderen met het syndroom van Down, die kwamen daar en die zeggen die motor staan, die waren helemaal enthousiast van die motor. En dat is voor hem eigenlijk de aanleiding geweest om te zeggen van, ik ga van start, ik wil er iets mee doen, ik wil kinderen met een handicap, met een beperking, wil ik gewoon iets aanbieden op zo'n dag. Dat is in 1996 de start geweest. En dan ga je nadenken, dan denk je van, ja, het is een geweldig idee geweest toen de tijd, 20 jaar geleden, dat het nu nog steeds zo'n geweldig succes is. En waarom is het geen succes? Dat mag ook gezegd worden, dat moet ook gezegd worden. Door de inzet van ontzettend veel mensen, want we zijn met 250 tot 300 mensen met een beperking, die nodigen we zo'n dag uit. Maar dat betekent dat er 500 mensen achter de schermen bezig zijn om die dag helemaal in te vullen. En als je dan over vrijwilligers praat, want het zijn allemaal vrijwilligers, ze nemen de dagen vrij voor, motorrijders uit het hele land hebben nu al een kruis in de agenda staan van 5 juli, geen afspraken of wat dan ook, we zijn er gewoon. Ja, dan kunnen we stil zijn dat het zo geweldig loopt, elk jaar weer opnieuw. Dus die vrijwilligers, die sponsoren, die motorrijders, het is één club bij elkaar. En dat doen we al 20 jaar. En ik, voor zover ik het voorzien, we hebben nog geen enkel signaal gekregen van het is niet goed meer of het gaat niet goed meer. Of we moeten moeite doen om mensen te krijgen. Nee, mensen staan in de rij, we hebben wachtlijsten van motorrijders. En je moet ze niet vergeten uit te nodigen, want dan worden ze nog kwaad ook. Dus dat is iets wat opgebouwd is in die 20 jaar. En daar mag je als vereniging, als stichting, wat jij aan het begin ook zei, met vrijwilligers, mag je daar ontzettend trots op zijn, man. Een vereniging valt en staat met vrijwilligers, dat kunnen jullie zien bij IJsselmond, maar dat is overal zo. En ik ben blij dat we bij deze vereniging, bij deze stichting, er trots op kunnen zijn dat we een la vol hebben. En nog een la eronder ook nog, waar ook nog een heleboel mensen in zitten die beschikbaar zijn. Desalniettemin hebben we geld nodig, dat is een gegeven, want wij bieden de dag gratis aan. De bussen die meerijden, die zijn gratis, noem maar op wat. Iedereen die verleent zijn medewerking daaraan. Dan moet het toilet op de velden komen, alles. En het komt zoveel voor kijken als je dat ziet. En het is allemaal pro deo, dus die sponsoren die dat doen, ja, die zijn onmisbaar. En die doen het ook met veel plezier, moet ik eerlijk zeggen. Want die vinden het doel geweldig. En dat is om iets om trots op te zijn, ook na 20 jaar. Want 20 jaar lang dit organiseren en 20 jaar lang elke keer zeggen van jongens, we zijn weer met een gesloten beurs geëindigd. We hebben weer iets geld overgehouden om eventuele tegenslagen in het komende jaar op te vangen. Is geweldig. Daar mag je inderdaad heel erg dankbaar voor zijn. Ja, ik wens je voor aanstaande zaterdag, wens ik jullie een hele gezellige avond toe. En, en dat je met veel plezier erop terug mag kijken. We hebben nog heel veel zin aan zaterdagavond. Het is wel een hele weer drukke avond voor ons, want je bent toch weer bezig. Maar je weet waar je het voor doet. En als je dan na afloop naar huis toe gaat, dan heb je een goed gevoel van je hebt het weer goed gedaan. En dat is het belangrijkste. Ja. Bedankt. Ja, hartelijk dank. Graag gedaan.